Michelle Brouwer, gefeliciteerd. U bent benoemd tot eerste stadsdichter van Almelo. Wat gaat er door u heen? Oh jee, dat is een enorme eer. Ik ben heel blij. Ik heb er heel veel zin in. Het is een gekke gewaarwording. Want er waren 4 kandidaten over als laatst. En dan acht je de kans toch niet heel groot dat je het echt wordt. 25% kans is niet super groot. Maar ik ben blij dat ik het geworden ben. Cultuurwethouder Margreet Overmeen-Bakhuis, u was voorzitter van de jury. Was het moeilijk om een winnaar te kiezen? Ja, het was hartstikke moeilijk om een winnaar te kiezen. We hadden in eerste instantie 8 hele goede inzendingen. Die hadden we al gereduceerd naar 4. Nou, er gaan 4 mensen voordragen. En die zijn zo divers en zo verschillend, maar allemaal met hun eigen kwaliteit. Dus waar beoordeel je dan uiteindelijk op? Dus we hebben uiteindelijk op ons gevoel gekozen. We hebben geen objectieve criteria vastgesteld. Nou, we hadden natuurlijk objectieve criteria eigenlijk al in het begin van, is het een kwalitatief goed gedicht, et cetera, et cetera. Ritme, vorm, et cetera. Beeldende woorden, et cetera. Dus we hebben daar wel degelijk op gekeken. Maar uiteindelijk gaat het erom, raakt iemand je? En daar hebben we uiteindelijk de keuze voor gemaakt. Waarom heeft u zich opgegeven? Ik speel heel graag met taal en ik wil heel graag altijd de lol van het spelen met taal overbrengen op anderen. En als ik iets kan betekenen voor de stad in woorden, dan zou ik dat echt geweldig vinden. De jury zei we kiezen voor iemand voor de toekomst. Is dat herkenbaar? Herkent u zich daarin? Nou, ik was de jongste kandidaat, dus op zich, ik denk dat ze dat bedoelen. Ik heb wel vernieuwende ideeën, denk ik. Met QR-codes voordrachten luisteren op plekken in het openbaar bijvoorbeeld. Ik denk dat ze dat, dat wel mooi vinden. Wat raakte in het gedicht van Michelle Uzo? Ik denk dat zij schildert een beetje met woorden, waardoor je het meteen voor je ziet. En die beelden, ja, die raakten mij echt. Ik zag het gewoon voor me, wat ze bedoelde met wat ze had meegemaakt als nieuwkomer in de stad. Toen dacht ik, ja, prachtig, prachtig. Een andere is op gemeentewagens wilde ik graag een gedicht laten plaatsen. Samen met scholieren. Dan even een project over wat de gemeente doet. En dan op de gemeentewagens een gedicht en eventueel uitbrengen als containersticker. Ja. Maar bijvoorbeeld gedichten plaatsen op de gemeenteauto's. Oh, wat een leuk idee. Prachtig. Ik weet alleen niet of dat zomaar kan of mag. Of dat daar regels aan zijn verboden. Ik heb geen idee. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Nee, maar dat zou natuurlijk een geweldig idee zijn. Maar ze heeft sowieso hele leuke ideeën, hoorden wij net. 42 QR-codes, wachtplaatsen, een stempelkaart. Ik denk, ja, geweldig. Fantastisch.